geslagen. Het is enorm teleurstellend. Omdat je wil die prijs gewoon pakken met het team, voor de club, voor de supporters. Alleen het is uitgelopen op een teleurstelling. Wat ik wel kenmerkend van hem vind, is ongekende veerkracht. Wat voor tegenslagen hij ook gekend heeft, is altijd weer de Ron Vlaar die opstaat. En gewoon weer keihard gaat werken aan het herstel. Ik durf ook wel te zeggen dat zonder Ron ik niet de voetballer was geweest die ik nu ben. En de mens. Gewoon omdat Ron Ron is en dat hij er alles voor doet om te voetballen. En toch zijn droom waar te maken. Onze relatie werd verstoord door het feit dat hij niet werd opgesteld. Ik denk dat hij in staat is om volgend seizoen minder blessuregevoelig te zijn. Zaten we allebei in de F2. Toen scoorden we eigenlijk ongeveer allebei evenveel doelpunten. Ik heb het eerste jaar zelfs 10 doelpunten meer gemaakt als Ron. Niks gaat hem tegenhouden, man. Dat is Ron de Ton. Ik ben gewoon heel blij met de opvoeding die ik heb gehad. En, ja, en dat ik ben wie ik ben is mede dankzij hun. En uiteindelijk word je ouder en ontwikkel je ook jezelf door en verder tot wie ik nu ben. Maar de basis ligt daar en daar ben ik heel dankbaar voor. Hier hebben we nog een boekje van onze lieve Ron. Heel jong, hè? Ja, toen was hij net 2 dagen oud en toen dacht hij al van ik wil alles van de wereld zien en hield ze koppie al pittig om de wereld in te kijken. Wat voor een jongetje was ze, Ron? In het begin was het een beetje een jankertje. En later was het een hele lieve jongen. Hij ging al vroeg van het gras proeven en zo, maar dat vond hij altijd al wel leuk. Toen Ron hier sliep, toen hing hier een trofeekast met zijn eerste prijzen en vaantjes die je hebt gewonnen met voetballen. Was het allemaal voetbal hier in de slaapkamer? Het was meest voetballen hier in de slaapkamer, ja. Ik heb alles hier bewaard en op een gegeven moment werd het te veel. Dus we zijn verhuisd naar boven met al zijn spullen, ja. En voetballen? Hoeveel lagen er in zijn slaapkamer? Er lag misschien 1 bal in zijn slaapkamer, maar niet in zijn bed. Nee. Nou, ik weet wel dat hij hier thuis altijd in de tuin altijd aan het schieten was. En dan ook wel vanuit mijn vader van, nou ja, je moet ook wel met je links schieten. Niet alleen maar met je rechts. En dat deed hij hier heel veel tegen de muur aan. Voor ons is hij niet veranderd, maar we hebben wel gezien dat hij steeds meer voor zijn sport is gaan leven. Dus echt meer ging opgeven en echt een doel voor ogen had waar hij ja, dan ook voor de volle 100% voor ging. Waar wij hem ook wel in hebben gesteund aan alle kanten. Maar als persoon Ron is hij voor ons niet veranderd. Hij is gewoon onze broer, de lieve, zorgzame, grappige broer. Zij hebben er gewoon voor gezorgd dat ik kan doen wat ik het liefste doe en wil. En zij hebben daar gewoon ja, zo'n beetje eigenlijk alles voor opzij gezet. Daar ben ik pas later veel bewuster van geworden, hoor. Want in het begin, ik zeg niet dat het normaal was. Maar ja, mijn ouders, het enige wat ze zeiden bijvoorbeeld toen ik naar Engeland ging, is we staan voor je klaar en we zorgen voor, ook met mijn kinderen, dat het gewoon goed geregeld wordt met vervoer en reizen en alles. En al die zorgen hebben ze gewoon weggenomen. En daardoor kon ik me zo extreem focussen op het doel, op dat moment het WK, waardoor dat allemaal zo gelopen is als het gelopen is eigenlijk. Mag je een babykusje geven? Lief van jou. Salut. Pak je zus dan pak. Nu ik weer in Nederland ben, voelt het voor mij alsof ik, ik kan weer veel meer vader zijn dan dat ik geweest was.
Ik heb heel bewust een keuze gemaakt om naar Engeland te gaan. Nou, dat was wel inderdaad een keuze voor mijn carrière. Dat was absoluut niet makkelijk, maar wat ik al eerder aangaf, weet je, mijn ouders zeiden, weet je, wij regelen het met de kinderen, dat komt helemaal goed. Met reizen en dat ze gewoon hier kunnen komen. Nou, dat is allemaal heel goed gegaan. Ja, en nu kan ik zelf vaker weer er voor ze zijn. En je bent altijd op zoek naar meer, want dat is gewoon normaal. Alleen dat lukt niet altijd. Maar ja, ik ben voor mijn gevoel wel weer veel meer vader dan toen ik in Engeland zat. Nou, hier is hij dan. Levi, onze nieuwe aanwinst. Twee trotse broers. Shane en Xavi. Die zijn er al een tijdje, maar niet van ons samen, maar... Ja, die zijn helemaal gek op hem al en ook op mijn non. En ja, we kunnen heerlijk genieten nu met z'n vijf. En dat is toch wel het mooiste gevoel wat er is eigenlijk. Heb je je wel schuldig gevoeld in de rol van vader? Ja, tuurlijk. Want ja, je krijgt geen kinderen om ze uiteindelijk niet samen op te voeden. Alleen, ja, de situatie is nu zoals die is. En ja, binnen die andere... mogelijkheden, ja, zoek je gewoon het maximale op. En dat is nu eenmaal de situatie. Kom maar even, je schat. Oh, lekker, hè? Ja. Gewoon lekker als ik daar kom en ik ruik de geur van de sportschool, dat geeft me al energie. Dan ben ik alweer 10% beter. Dus dat is gewoon heerlijk. Weet je, er wordt zo scherp op gelet op mijn uitgangspositie in welke oefening dan ook. En dat is zo belangrijk voor mij. Kom op, hop, tandje erbij. Ja, is goed. Hallo, hop. Kom, blijf schakelen. Ja, het is natuurlijk altijd fantastisch om een sporter van dat kaliber binnen te krijgen. Dan zie je, vanuit je analyserend vermogen, kijk je altijd naar sporters. En je denkt van, jezus man, als we dat en dat zouden doen, zou hij nog veel verder kunnen komen. Hop. Je stelt een werkplan op wat jij denkt dat haalbaar is voor die jongen. En zo ga je beginnen. En het is eigenlijk iedere training weer. Screenen van wat de actuele situatie is en daarop anticiperen. Ik weet dat ik daar sterker word, dat ik daar mentaal sterker van word, fysiek sterker van word. Ja, en dat is voor mij ook weer een basis om gewoon goed te zijn. En ja, het is gewoon heerlijk om daar te trainen. Ook met andere sporters. Dat is gewoon heel waardevol. Ron is eigenlijk via Francisco Elson hier terechtgekomen, als ik het goed herinner. En ze wonen in hetzelfde appartementencomplex, raakten aan de praten over topsport. En zo zijn ze eigenlijk hier binnen gewandeld. Ik kwam hem een keer tegen in de lift en toen maakte hij die opmerking van, zo, jij bent lang. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga wat leuk zeggen. Ik zeg, jij bent klein, wat ben je, voetballer? En toen zei hij, ja. Toen zei ik, oh, wat speel je dan? Zei die Feyenoord. Een eye-opener voor mij was toen hij bij Feyenoord in de kleedkamer kwam en vertelde over zijn NBA-ervaring. Het winnen van de NBA, maar ook hoe hij als jonge jongen naar Amerika ging. Daar alleen was. Zichzelf moest redden eigenlijk. Het investeren in jezelf en uiteindelijk het ultieme... doel bereiken, het winnen van de NBA. Ja, dat was echt, echt kippenvel om beelden te zien en om naar zijn verhaal te luisteren. Hey.
met hem mee trainen. Toen was hij nog sporter, nu niet meer. Maar ook als je ziet hoe hij nu traint, hoeveel energie hij erin stopt om fit te blijven. Hij is nu 40, 39 plus 1, dat klinkt wel beter. Nee, maar daar heb ik heel veel bewondering voor. En dat is absoluut een voorbeeld voor mij. Zo extreem, maar wel dat ultieme bereik te hebben. Ja, hij heeft een type karakter van dat je weet dat er na een heuvel nog een andere heuvel is of komt. Maar die overwin jij door in jezelf te geloven. En hij is een type voetballer die altijd in zichzelf gelooft. En natuurlijk zijn er altijd wel tegenslagen, maar die zijn te overwinnen. En zijn karakter, dat heb ik ook. Maak je armen lang. Hop, juist. Swing. Hop, swing. Bam. Boom. Hij is in zijn mentaliteit al gevormd door zijn blessureverleden. Hij heeft natuurlijk ook met zijn profiel te maken. Er zit een bepaald karakter in. Dus zijn innerlijke drive is sowieso al groot. Alleen ik heb daar wel gezien dat hij daar enorme stappen in heeft gemaakt. En als je ziet hoe hij zijn proces zelf ook gestuurd heeft richting de wereldkampioenschap in Rio. Dan zie je wel dat dat geen toevalligheid is geweest dat hij daar zo goed gepresteerd heeft. Goedemiddag. Via mogen trainen als jeugdtrainer in de E'tjes en de F'tjes. En dan zie je zo'n jongen doorgroeien. Ik blijf hem ook altijd volgen. En ik heb nog heel goed contact met hem. Echt, dat is de trotsheid. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Hij zocht ook vaak het duel op. Hij durfde het duel ook aan te gaan. En waarschijnlijk is hij hier licht geblesseerd geraakt. Waardoor ik hem even naar de kant heb moeten halen. Om hem even, ja, om hem even tot rust te laten komen. En ook even de tranen de vrije loop te kunnen laten gaan. En, maar Ron kennende, daarna pakt hij het weer heel snel op. En weet hij niet hoe gauw of hij weer op zijn positie moet wezen. Om het spel weer op te pakken. Die trotsheid is voortgekomen omdat het is je buurjongen. Het is het vriendje van je oudste zoon, Mark. Maar mijn vader was in Effies en in Eetjes was hij onze coach. En hij hield eigenlijk alle wedstrijden hield hij bij hoeveel de stand was geworden en wie er had gescoord. Dus vanaf de eerste wedstrijd dat ik voetbalde, heeft hij dat bijgehouden. Nou, toen Ron begon te voetballen, kwam hij ook bij ons in het team. Zaten we allebei in de F2. Toen scoorden we eigenlijk ongeveer allebei evenveel doelpunten. Dus ik heb het eerste jaar zelfs 10 doelpunten meer gemaakt als Ron. Dus op dat moment ontliepen we elkaar nog niet zo heel veel qua kwaliteit. En wat waren de aantallen? Ik maakte er 52, Ron maakte er 42. Tijdens de trainingen, de drive, het enthousiasme, het niet tegen je verlies kunnen, in die zin dat je altijd maar wil winnen. En het uiterste uit zichzelf halen. En daarbij komt niet alleen de trainingen, ook thuis. Die jongens die waren altijd aan het voetballen. Als ik Mark en Ron zocht, dan kan ik net zo goed de bal zoeken. Ja, gaan we nog voetballen naar het voetbalveld. Dat onze moeders ook wel eens dachten van... Weet je, is het ook niet eens genoeg geweest. Maar ja, dat was gewoon niet het geval. Ik haalde daar zoveel plezier uit. Dat was gewoon wat ik het liefste deed. We zijn hier op het pleintje, het Waterweidje. Het enige pleintje of rotonde in Hesbroek. Dit bankje was er toen nog niet. Hier stond toen alleen een grote boom. Nou, hier waren we aan het paaltjesvoetballen of aan het partijtje doen. Ja, paaltjesvoetballen was aan de zijkanten. Er stonden er allemaal paaltjes. Ja, en dan moest je eigen paaltje verdedigen. En zorgen dat je andermans paaltje omschoot. Nou, na Apollo ging Ron naar SCW toe. Dat is in het groen. En daar ben ik ook naartoe gegaan. De club in Heergewaard. Club in Heergewaard. Ron ging dat jaar daarna gelijk naar AZ toe.
Nou ja, goed. Wij hadden toen een wedstrijd tegen elkaar, omdat SCW 75 jaar bestond. En wij zaten allebei in A1, ik bij SCW, hij bij AZ. En we mochten tegen elkaar voetballen. En aan het eind van de rit gingen we even met elkaar op de foto. En, wie heeft er gewonnen? Hele bijzondere wedstrijd. Wij verloren met 7-1, geloof ik. Ik was daar niet zo mee bezig van dat ik beter ben of beter kon voetballen dan iemand anders of wat dan ook. Weet je, voor mij kwam ik in de grote wereld terecht. In een grote stad. Nou, dan heb je het over Alkmaar. Laat staan toen ik naar Rotterdam ging. Maar ja, ik was daar helemaal niet op die manier mee bezig. Ik wil gewoon plezier hebben. Ik wil gewoon lekker voetballen. Hij dronk nooit in de jeugd als hij in het weekend moest voetballen. Dat deed hij alleen als hij vrij was. Ja, een vriendin had hij in die periode in het begin ook niet. Hij was niet met meisjes bezig. Hij was met voetbal bezig. Maar ik vond niet dat hij het overtrok. In die zin dat het storend was. Nee, het was gewoon een fanatieke voetballer. Want hij had even goed tijd om met zijn vriendjes te spelen. Om met de jongens om te gaan. Dat was altijd leuk. Hier komen altijd een hele hoop emoties naar voren. Direct na een wedstrijd. Of het nou positief of negatief is, maar... Het is ook onderdeel van het voetbal. Wat doe jij meestal na een wedstrijd? Nou ja, bij mij kan je heel goed zien of het een goed of slecht resultaat is. Dat kan je echt van mijn vooraf lezen, denk ik. En, ja, dat kan ik ook wel laten blijken. Hoe gaat dat dan? Ja, als ik frustratie heb, dan moet dat er wel even uit. Maar ik kan ook blij zijn hoor, als we gewonnen hebben, een goede wedstrijd hebben geleverd. Weet je, die ontlading kan ook wel heel positief zijn. Dat is twee kanten op. Maar dat is denk ik ook de topsporter die gewoon echt in me leeft. En, uiteindelijk wil je wel gewoon winnen. Een hele belangrijke speler binnen de groep, huidige groep van AZ kan zijn... dat hij persoonlijkheid heeft, dat hij uitstraling heeft... en dat jongens tegen hem opkijken en dat hij dat vertaalt op een goede manier naar de groep toe. En dat is leuk om te zien. Ongelooflijk eigenlijk. Hoe snel het allemaal voorbij is gegaan. Ja. Hi Ron! Hi Barry. Man. Goed, met jou ook? Ja, lekker. Ja, leuk dat je er bent, man. Dat is ook toevallig. Nog steeds getraind, hè, Pik? Ja, we zitten net foto's te kijken. Dus, ik was toen wel heel erg wel bewust bezig met mijn lichaam. Ik kan me herinneren dat ik in die periode wel gewoon zelf naar de main train om daar in de sportschool te gaan trainen. Een programmaatje van de fysio meekreeg. Ja, en uiteindelijk werd al dat investeren, of dat nou bewust was of onbewust, maar gewoon puur om elke dag beter te worden, beloond met een plekje in de selectie. Vlaar. Ja, die heeft durf hoor, die heeft lef. Die jonge centrale verdediger. En een schot ook nog een paar meter naast. De meest opvallende van de drie junioren. Een echte verdediger, zo zag ik hem. En niet overlopend van op het goede moment inschakelend. Een mannetje uitspelen en door naar de 16 meter. Maar robuust, zijn duels winnen. Onverzettelijkheid uitstralen. Goede passing links en rechts. Dat zijn ook kwaliteiten, hè? Ja, Ronnie pakte het goed op. Dat zie je meteen. Hij luisterde, dat is altijd goed. Het niveau lag heel erg hoog, toen al bij AZ. Met heel veel ervaren spelers. Nou, dat zag je ook terug in de resultaten in de competitie. Uiteindelijk ook in Europa of in de UEFA Cup was het toen nog. Ja, daar heb ik echt wel stappen gezet in mijn ontwikkeling. Ja, de tranen die jij had na die wedstrijd, weet je, dat is me nog altijd bijgebleven. Tegen Sporting? Tegen Sporting, ja. Want ik dacht van... Ja, verdomme, weet je. Barry was al net 30 en dan loopt het toch op zijn einde. En zo vaak krijg je geen kans om een prijs te pakken. En dan speel je met AZ de halve finale van de UEFA Cup, was het toen nog.
ja, dat deed mij wel wat. Het was zo'n enorme belevenis eigenlijk, op dat podium. Daar kan ik nog steeds enorm van balen. Omdat dat was een unieke kans. Alleen ja, het is wel de harde realiteit. En dat raakte me. En het was ook gelijk een besef van, weet je, ja, het komt niet vanzelf. Je zal er van begin tot eind voor moeten blijven knokken. En alsnog kan het misgaan, want dat hebben we zeker gedaan. Veelbelovende speler, opgesteld door Ko, in de halve finale. Het is natuurlijk allemaal een jongensdroom die uitkomt. Alleen, ja, wij zijn in Nederland gewend om jonge spelers op te stellen. Maar dat is niet normaal. Dus dat was een uitzonderlijke prestatie van Ron. Alleen toen werd ik coach. En dan word je vergeleken gewoon om je kwaliteit. En niet omdat je jong bent of dat je een geweldig talent bent. Ik ben van mening dat hoe oud je ook bent, je moet het altijd waarmaken. Ko had over Ron Vlaar gezegd dat hij links en rechts kon trappen. Nou, dat is al wat. Ja, over het algemeen vind ik dat een basis. En niet meer dan dat. Maar in Nederland zijn er niet zoveel spelers die links en rechts kunnen pasen, zoals Ron Vlaar. En hij was ook een harde verdediger, zoals die werd omschreven. En ik weet nog goed dat hij een vraagteken had gezegd over zijn snelheid. En dat vond ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Ja, hij was heel veel eisend. Is heel veel eisend als trainer. En eigenlijk vind ik dat wel prettig. Alleen kon ik daar op dat moment in die hoedanigheid niet op de juiste manier mee omgaan. Onze relatie werd verstoord door het feit dat hij niet werd opgesteld en dat ik de voorkeur gaf aan Jalins, Joris Matthijssen of Barry Obdam. En dat gaat meestal zo. Er wordt altijd geschreven dat de speler een aanvaring heeft met mij, maar dat is niet zo. Tegenvallen voor Van Gaal en AZ. Maar ja, ze hebben daar nogal wat lopen. En dus is het Ron Vlaar die erin komt. Gewoon een international hoor. Het is echt niet zo dat ik daar maar even van uitging dat ik zou spelen of zo. Dat was helemaal het punt niet. Ik zat ook met mijn contract. AZ had een voorstel gedaan waar ik op dat voorstel wilde ik niet ingaan. Dat had meer met de duur te maken dan met financiën of zo. Want daar was ik helemaal niet mee bezig. Dat interesseerde me op dat moment helemaal niet. Want ja, ik was 20 jaar, ik was net gaan voetballen. Ik had net mijn debuut gemaakt. En ik wilde gewoon me weer doorontwikkelen. Want dat is gewoon dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik vind en waar ik het meeste invloed op heb. Dat liep ook voor geen meter. En uiteindelijk werd het eigenlijk van kwaad tot erger. En zo ligt geluk en verdriet heel dicht bij elkaar. Geselecteerd voor Oranje en nu in een topper tegen PSV. Met twee keer geel naar de kant als invaller. Ron Vlaar. Op het moment dat een speler vindt van zichzelf dat hij beter is als degene die erin staat, dan wordt hij moeilijk. Wordt hij moeilijk coachbaar. En dan zijn de adviezen die je geeft, komen niet in vruchtbare grond. Want hij zet zich af. En het is een eigen doelpunt van Ron Vlaar. Daar het doorkoppen en daar Vlaar die de bal in het eigen doel kopt. Ja, dat is natuurlijk een hele negatieve ervaring. In die zin was het vervelend. Ik was heel erg jong
En dat was in de periode ook bij AZ dat het niet lekker liep. Ja, dan hoop je dat het anders is. Maar ja, het is gegaan zoals het is gegaan. Dit is Tony die zich ontdoet van Vlaar. Vlaar blijft lastig, maar Tony komt ver. Oh. En zo maakt hij het 3-1 van. Vlaar heeft geen vat op Luca Toni. Als verdediger wil je gewoon je spits afstoppen. En dat was niet gelukt. En de eerste helft was al ongelukkig. Ja, en uiteindelijk wordt het 3-1 omdat je afgetroefd wordt. Ja, dat is vervelend. In een vol stadion, voor je land. Iedereen zit te kijken. Ja, dan, dat is dan even, word je eventjes teruggezet. En uiteindelijk moet je ook weer verder. Dus ja, dat heb ik gedaan, denk ik. Hoi, Amy. Hey, Ron. Kijk, mag je handtekening? Kom. Als hij naar Feyenoord gaat, dan wil Feyenoord hem als speler die altijd speelt. Dat is voor Ron op dat moment beter. En dan is hij ook beter coachbaar. Dus op zichzelf is dat voor Ron een goede beslissing. Voor AZ vond ik het niet prettig. Maar ik ga altijd meestal uit van de speler. En voor hem was het goed, want hij kwam aan spelen toe. Natuurlijk, het laatste half jaar was moeilijk. En, ja, maar dat hoort ook bij het voetbal. En je moet gewoon vooruitkijken en voor jezelf keuze maken. Ja, uiteindelijk voor Feyenoord gekozen. En, maar ja, dat wil niet zeggen dat ik dan dat AZ dan helemaal niks is of zo. Ja, spijt in die zin. Had ik het graag anders gezien, maar gezien mijn leeftijd en zo kan ik mezelf daarin wel analyseren dat het ook wel logisch was. Alleen ja, gelukkig hebben we elkaar ook op een andere manier leren kennen. Ik heb Ron leren kennen toen ik als 17-jarige jongen voor het eerst bij de selectie kwam van Feyenoord. Natuurlijk was er een leeftijdsverschil. Ik was nog minderjarig, geloof ik maar zo te zeggen. En hij, ik denk 4,25 en al vaste waarde. Als je 17 bent en je komt net kijken, dan weet je soms ook niet beter. En dan moet je ook mensen hebben die je daarin begeleiden en aanwijzingen geven hoe je sommige dingen kunt doen. En Ron heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld voor mij. En ik durf ook wel te zeggen dat zonder Ron ik niet de voetballer was geweest die ik nu ben. En de mens. Dit is onze kleedkamer. We hebben ons voorbereid op de training. Dit is mijn plek, mijn kastje. Dit is die van Wesley Hoed. Oud AZ. Ze hebben ons naast elkaar gezet, Nederlands bij elkaar. Kiesna zat er ook nog bij, maar die is helaas vertrokken. Jongen op dat moment had gewoon een beetje begeleiding nodig. Nou, die begeleiding heb ik ook gehad bij AZ met Barry Opdam, Michael Buskemolen, bij Feyenoord met Kevin Hofland. Dat soort jongens. En dan ga je daar gewoon mee aan de slag. En we konden het goed met elkaar vinden en dat is eigenlijk nooit meer veranderd. Vlaar! Vlaar! Ron Vlaar! Hoe krijg je het voor elkaar? Een uithaal van je welste, van Ron Vlaar. Een hele lieve jongen is, heel groot hart. Hij staat altijd voor je klaar. Je kan hem altijd bellen en als je hem nodig hebt, dan is hij er altijd voor je. En hij is enorm doelgericht. Hij weet precies wat hij wil en hoe hij dat moet doen. Waardoor hij heel zeker is van zichzelf. Heel talentvol.
Nou ja, dat zie je nog steeds. Het was niet heel gek dat hij op dat moment bij de selectie kwam. Als je ziet wat voor carrière hij nu al gemaakt heeft. En ik denk dat hij nog lang niet klaar is. Dus ja, dat is alleen maar ook heel mooi om te zien eigenlijk. Ik kan steeds makkelijker gewoon goed trainen. Dus dat is gewoon prima. Goed, ik ben nu een aantal weken gewoon fit. Won is medio 2008 na zijn tweede operatie bij mij binnengekomen. Met de vraag, kan je met osteopathie wat ondersteuning bieden wat betreft mijn verdere revalidatie op de voorste kruisband. Het eerste wat ik daar zag is een vermindering van de rotatie van zijn knie naar binnen toe. Dat noemen we een endorotatie. Ik ben verder gaan kijken, er zijn er andere patronen waardoor die knie beperkt is. En wij als osteopaten kijken niet alleen naar het bewegingsapparaat, we kijken ook naar organen en we kijken naar de doorbloeding. We kijken zelfs naar het ademhalingssysteem. Dus eigenlijk naar alle systemen die wij in het lichaam terug kunnen vinden. En proberen daar ook patronen en relaties tussen te zien. Nou, bij ons zag je dus duidelijk dat die beperking in zijn knie een directe relatie had met de beperking van de bewegelijkheid rondom de nier. Ja, en hij ging mij behandelen, maar hij heeft mijn knie niet aangeraakt. Maar hij was helemaal vrij. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Kijk, ik doe er heel veel aan preventie. Ik zeg, ja, dat lukt goed. Kan je dan lacherig zeggen? Nee, maar weet je, kijk, ondanks de beperkingen die ik heb, die ontstaan zijn, in mijn knie bijvoorbeeld, ja, weet je, ik heb nog steeds het allerhoogste niveau gehaald. En ja, ik had liever dat langer volgehouden. Maar ja, daarin zijn al die behandelingen, ook bij Lee en al die trainingen bij Hans en alles wat erbij komt kijken, gewoon enorm belangrijk. Hop. Hop, goed zo. Hop. Hop, goed zo. Wat ik wel kenmerkend van hem vind, is ongekende veerkracht. Wat voor tegenslagen hij ook gekend heeft, is altijd weer de Ron Vlaar die opstaat. En gewoon weer keihard gaat werken aan het herstel. Niks gaat hem tegenhouden, man. Dat is Ron de Ton. Je kan niet. Nee, dat geeft mij juist kippenvel dat hij nog steeds zegt van, weet je wat, ik kom gewoon weer terug. Ron is een hele gevoelige jongen. Iedereen kent hem als een harde bikkel, goed de strijd in enzovoort. Maar hij is ook heel verfijnd. En dat zien we ook, dat zie ik ook terug als ik hem behandel. En dat zijn niet allemaal hele grote, want dat zou je verwachten. Een grote vent, veel musculatuur, dus die moet je ook flink aanpakken. Maar eigenlijk zie je dat je juist met hele verfijnde technieken, als ik hem behandel, dat hij daar veel meer effect bij heeft. Hoe ga je dan op de training? Ga je dan gewoon vol gas? Ja. Ja? Ik heb nu ook zooltjes al een tijdje en daar zit continu weer aanpassing in. Ik blijf continu op zoek naar het beste. En dat niet altijd lukt. Kijk, voetbal is ook een contactsport. Ik heb dit seizoen ook die blessures ook opgelopen door een knietje erop en een tik erop. Vlaar is er langs. Vlaar! Goeiedag! Ron Vlaar! We moeten niet vergeten, hij heeft in totaal 6 operaties in zijn knie gehad. En toch staat hij er nog steeds op dat hoogste niveau. En dat vind ik natuurlijk wel heel bijzonder. We kijken alleen maar naar de blessures die hij dan tussendoor heeft gehad. Maar er zijn denk ik maar weinig topsporters die 6 operaties in 1 knie krijgen en nog steeds op het hoogste niveau in Nederland kunnen functioneren. Lekker. Wap. Hou druk op je die rechter. Goed zo. Hop. Als je goed de WK nog voor ogen hebt, dan heeft hij laten zien voor een verdediger van zijn kaliber, dat hij enorm explosief kan zijn. Dat zijn mobiliteit, dus zijn bewegelijkheid en gewoon zijn voetenwerk voor een verdediger van dat gewicht heel goed was. En vaak denken mensen, hè, dat hij niet zo snel is. Alleen niemand loopt hem eruit. Bij een Vlaar in goede doen.
Dus dan zie je wel dat we eigenlijk op alle vlakken stap hebben gemaakt. Ja, eigenlijk alle voorwaarden werden gecreëerd. Nou, ik heb alles in het extreme gedaan. Lichaamsverzorging, rust. Vrijdagen deelde ik hetzelfde in als trainingsdagen. In Brazilië was het heel warm, is het heel warm. Met luchtvochtigheid en weet ik het allemaal niet. Heel veel gedronken al op de club. Gewoon, ik hield er gewoon bij hoeveel ik dronk per dag. Ja, ik was met alles bezig. Dus altijd het grotere doel. En dat was de zomer van 2014 in mijn achterhoofd. Verkeerde kleur. De bronzen medaille. Ja. Ik ben er wel trots op hoor. Maar had liever wat meer mogen shinen, zeg maar. Ik was natuurlijk razend enthousiast dat hij in mijn elftal was tijdens de WK. Want hij heeft een fantastisch WK gespeeld. Ja, als ik dan kijk hoe het WK zeg maar, uiteindelijk tot stand is gekomen. Met een doelstelling die ik 2 jaar daarvoor voor mezelf had neergelegd. Hoe ik daar uiteindelijk stond te voetballen, ja, dat was wel iets ultiems. Helaas niet het ultieme doel en de ultieme droom bereikt, maar wel zoveel meer gewonnen dan dat we niet gewonnen hebben eigenlijk. Zo voelt dat voor mij echt. Derde van de wereld, dat is niet zomaar een prestatie. Dat is een formidabele prestatie. Dat is een topprestatie. Naarmate het toernooi groeide, voelden Ron en ik gewoon dat... Ja, dat niemand ons voorbij kwam en dat we echt dat we in de flow zaten en dat we dat onoverwinnelijke gevoel hadden. Als er eentje van ons werd uitgespeeld, was er weer de andere die ertussen zat. En tackles hier en duels. En wat overal hadden we elkaars rug, zeg maar. En hielpen we elkaar. Nou, deze foto heb ik van Steven gekregen voor mijn verjaardag. Dit is een foto van het WK. Welke wedstrijd? Ja, ik zit even te kijken. Volgens mij is dit Chili, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel. Toen was het derde groepswedstrijd. Maar ja, gewoon de overtuiging die in onze gezichten, van onze gezichten af te lezen valt. Een mooie herinnering. Mooi cadeau. Een gevoel van veiligheid om met hem samen te spelen, om maar zo te zeggen. Gewoon weten van, weet je, hij is er. Dan zag je Steven weer doordekken en erin kleunen. Volgende moment deed ik dat. Dat je elkaar gewoon weer aankijkt van, ja, kom maar op, er gaat helemaal niemand langskomen. Ron is een goed mens, maar Steven is ook een goed mens. Dus die klikken gewoon al via het mensprincipe. Dus als iemand een fout maakt... Wil die ander het goed maken? Dan ben je sociaal bezig in het veld. Nou, dat past bij hun karakter. Maar ze zorgen voor elkaar. Messi, Vlaar. Dat is een uitstekende ingreep van Ron Vlaar. Die goed naar de bal blijft kijken. En op het juiste moment het been uitschuift. Om de bal weg te tikken. Achteraf, toen ik het ook terugzag, dacht ik dat dit verder van de goal was. Maar hij was best wel dicht bij de 16. Dus het was wel echt het was sowieso een goede tackle, maar het was ook wel echt een hele belangrijke tackle. De tackle op zichzelf is niet verbazingwekkend. Het gaat om het moment dat hij die tackle deed en of hij die bal had. Daar gaat het om. Fair, maar hard, zoals we Ron kennen. Ook dat was een wedstrijd waarin eigenlijk alles lukte en alles goed ging tot aan die reeks helaas. Ron Vlaar. Hij zal boordevol vertrouwen zitten, want hij speelde een dijk van een wedstrijd. De aanloop en de redding van Romero. Het is gewoon zwak. Slecht moment. Want als je neemt, moet je gewoon maken. Ik heb veel te veel nagedacht. Er zijn ook momenten die ik me niet meer terug kan halen. Er zijn op het moment dat ik de bal neerleg en uiteindelijk die...
de bal schiet, zeg maar, daartussen is gewoon een soort van zwart. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ja, dat was niet goed. En ik zal het hem nooit kwalijk nemen, maar het is wel lullig. Maar het is ook lullig voor de rest van het team en voor de hele staf en voor mij dus ook. Ik had wel met hem te doen, zeg maar. En, ik weet hoe graag hij wilde, hoe graag wat voor mentaliteit hij heeft, wat voor een winnaar het is. En, dat was al na die wedstrijd tegen Mexico en Costa Rica, hoe uitbundig hij was en hoe... Ja, dan is het jammer dat zoiets gebeurt. Maar als je dan ziet hoe hij het 3-4 dagen later weer oppakt tegen Brazilië, na zo'n klap, na zo'n teleurstelling, ja, dat toont wel mentaliteit. En dat heeft hij absoluut. De volgende dag heeft dat ook al echt even pijn gedaan. Hebben er ook wel even een paar tranen over mijn wangen gerold. Omdat het besef kwam van, hey, dat gaan we niet halen. Maar ook toen dacht ik weer van, ja, er komt nog een wedstrijd en ik laat het niet gebeuren dat we die wedstrijd gewoon laten gaan, zeg maar. Kijk, ik heb wel een mooie medaille. En dat is iets wat niet veel mensen gegeven is. En daar ben ik gewoon super trots op. En als ik daaraan denk van wat ik er allemaal voor heb gelaten, welke keuzes ik heb gemaakt om uiteindelijk zo ver te komen. Ja, dat geeft me gewoon een heel... voldaan gevoel. Ik heb het vanaf het begin af aan proberen bij te houden. Als er een stukje in de krant kwam, wat betrekking op Ron en dan ook weer met de link naar Apollo was. Dan vooral dit verhaal met het oranje, dat ze dus naar Brazilië toe gingen. We hebben toen ook de straat vernoemd naar Ron en bij ons. Ja, dan gaat je, hoe zeggen ze dat, je hartje sneller lopen. Maar ja, ik vind het gewoon mooi, ik geniet daarvan. Dit zijn de stenen van de Copacabana. En het slippertje zoals hij eruit ziet. En de mooiste herinnering is dat we erheen mochten, omdat Ron daar meedeed aan het WK. Terwijl ik dacht dat het hem misschien niet zou lukken. Maar hij heeft er van alles aan gedaan om er te komen. En wij zijn ontzettend trots op hem. Daarvoor, daardoor. Die trotsheid bij u. Maar waarin uitzicht dat? Ja, in alles. Ik weet het niet. Gewoon omdat hij... Omdat Ron Ron is en dat hij er alles voor doet om te voetballen en toch zijn droom waar te maken. Dat is toch wel speciaal. Ja, het blijft ook heel bijzonder hoor. Want als je er dan nu ook naar terugkijkt, dan denk je... Oké, dit mochten wij gewoon meemaken. Dat is echt bizar. Dat is heel speciaal en heel, ja, echt heel bijzonder. Dan heeft hij echt al een paar keer opgenoemd dat hij gewoon het zo fijn vond dat hij dat met de hele familie kon beleven. Dat wij daar ook van een sfeer van mochten proeven. Ja. Dat we ook deel konden uitmaken van zijn harde werken. Ja, een gevoel. Bij ons maakte het los een gevoel van enorme trots. Dat hij daar in zijn oranje shirtje mocht spelen. En basisspeler was. En dat hij daar een goede bijdrage aan kon leveren. En ja, voor ons was dat prachtig. Het was, het is niet te bevatten hoe mooi dat is. Ja, daar kan ik met zoveel geluksgevoelens, zeg maar, aan terugdenken. Omdat ik, zeg maar, mijn ultieme droom, ultieme moment tot dan toe, zeg maar, heb kunnen delen met zoveel mensen die zo dicht bij me staan. Ja, en dat vind ik gewoon heel bijzonder. Ook als blijk van waardering en dankbaarheid voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Om ervoor te zorgen dat ik die droom kon najagen. En dat is iets voor mij dat is gewoon onbetaalbaar.
Ik wil sowieso nog een aantal jaar voetballen. En ik wil gewoon, ik wil plezier hebben en ik wil plezier uitstralen. Gecombineerd met resultaat. En ik geloof echt dat het kan. Dat kan ook bij AZ. En dan, ja, ik heb nog één jaar hierna en daarna zie ik wel even verder wat er allemaal gebeurt. Maar ja, ik ga gewoon verder. Het is echt nog niet klaar. De magic van Noord, jongen. Niet verder vertellen. Hij weet wat hij kan, ik weet wat hij kan. En hij stond heel veel in staat. En dat heeft hij al vaak genoeg laten zien. Wat dat betreft hoeft hij niks meer te bewijzen. Hij moet gewoon zorgen dat hij fit is, letterlijk en figuurlijk. En mijn lichaam heeft gewoon heel wat te verduren gehad. Daarentegen stop ik er heel veel energie in. Dus ik smijt met krachten overal. En als ik train, waar ik ook train, dan moet het gewoon 100% zijn. En nogmaals, dat gaat niet altijd. Het lukt niet altijd. Ook, weet je, het is niet altijd alleen maar leuk en het is niet altijd even makkelijk. Soms ga je door moeilijkere fases heen en dan ben je ook op zoek naar, jezelf. En wat je graag van jezelf verwacht. En dat vind ik knap van hem, dat hij na al die blessures toch nog fit is en altijd wel weer terugkomt. En dan nog wel weer sterker. Dit gaat nu goed. Kom maar even staan. En rug naar mij toe. En recht voor je uitkijken. Yes. Ik denk dat hij in staat is om een volgend seizoen minder blessuregevoelig te zijn. Ligt het ook wel een beetje aan de sporter Ron zelf, de manier waarop hij verdedigt, als je daar ook naar kijkt. Dan krijgt hij toch wel vaak een tik. Hij gaat er zelf heel hard in. En dat is ook wel een beetje inherent aan zijn speelstijl. Dat hij komt, als ik hem zie, vaak met kleine dingetjes. Van ik heb weer een knie in mijn kuit gehad. Ik heb weer een schop daar gehad. Ik heb weer wat anders gehad. Ik behandel ook andere voetballers en andere sporters. Nou, dan zie ik dat toch wel een stuk minder bij. Dus maar die spelen ook op een andere speelstijl. Ron is inderdaad echt een rond beton. Ik ben overtuigd dat ik met AZ ook het Nederlands elftal kan halen. Nou, daar heb ik zelf invloed op. Het is ook belangrijk hoe we als ploeg presteren. Vorig jaar deden we dat heel goed na de winter. Nou, dan is het niveau hoger, ben je daar sneller in beeld. Dit jaar is het wat wisselvalliger. Maar ja, dat is iets waar ik naartoe wil. Ja, dan het ene is weer een gevolg van het andere. Dus ja, daar moet gewoon keihard aan gewerkt worden. En dan zal ik ook zelf moeten zorgen dat ik fit ben. En dat is de belangrijkste taak die ik voor mezelf nu heb. En het oude topniveau wat je bereikt op het WK in Brazilië? Ja, dat kan. Daar ben ik van overtuigd ook. Dat moet gewoon kunnen. Waarom zou ik dat niet kunnen halen? Alleen, de voorwaarden moeten gewoon top zijn. En natuurlijk zijn die voorwaarden bij AZ dan niet zoals in de Premier League destijds. Maar als ik dat gevoel weer bij mezelf kan creëren, ja, dan is dat zeker mogelijk. Ron wil altijd het maximaal halen. Ron heeft altijd zijn doel. Zolang hij zich fit genoeg voelt, zal hij altijd blijven spelen. Omdat hij er ook enorm veel plezier in heeft en dat het een grote passie van hem is. Dus ik hoop ook voor hem dat hij dat we hem nog lang kunnen aanschouwen. Ja, je wordt wat kwetsbaarder en hij zal wat minder snel zijn. Maar inzichtelijk heeft hij ook heel veel bijgeleerd. Hij zal eerder uitstappen of eerder afstand nemen. Hoe je het ook wil zien. Hij leest een wedstrijd ook veel sneller en beter nu dan vroeger. Ja, of het invloed heeft, weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij nog van waarde kan zijn. Hij moet alleen weer even uit de periode van blessuregevoeligheid. Jij bent zeker langs voetbal geweest. Kan hij nog terugkeren naar zijn oude topniveau? 100% zeker. Alleen wat mij gewoon wel stoort is de manier waarop wij vaak met dit soort spelers omgaan. En zeker zodra er een bepaald getalletje aan je hoofd hangt,
Leeftijd? Leeftijd. Dan word je heel snel afgeschreven. Dus één mindere wedstrijd. En mensen hebben gelijk al het oordeel klaar. Hè? En al die voetbalprogramma's die staan daar bol van. Nou, dat vind ik ongekend storend. Mensen die dicht bij mij staan, die weten nog steeds waartoe hij in staat is. En geef iemand gewoon even de kans om op dat level weer terug te komen. Zijn lichaam is nog steeds eigenlijk qua topsporten dan nog in ontwikkeling. Er zijn nog bepaalde dingen die verbeterd kunnen worden. En die je ook ziet dat ze in hun ontwikkeling ook verbeteren. Dus ja, dat niveau is zeker wel haalbaar. Kun je dan dat niveau halen in Nederland? Kijk, dat niveau haal je als jij tegen de beste speelt. Dus als Ron Vlaar op een groot toernooi staat, dan denk ik wel dat jij de Ron Vlaar gaat zien van het WK 2014. 32 met het aantal blessures die hij heeft gehad, is dat niet te verwachten. Dat is heel jammer, maar er zijn maar weinig spelers die dat kunnen opbrengen. Hij zou het vanwege zijn mentaliteit misschien wel kunnen. Maar dan nog krijgt hij beperkingen in zijn motoriek. En op topniveau wordt dat meestal bestraft. En dat is dan niet goed voor het elftal. Maar het zou kunnen, omdat hij mentaal erg sterk is. Kijk, je hoopt altijd dat hij nog eens een keer terugkomt in het Nederlands elftal. Maar goed, als je realistisch bent, dan zal dat heel lastig worden. Ik sluit het niet uit, maar ja goed, hij is verdediger, dus dat is dan nog een voordeel. Hè. Die kunnen nog op late leeftijd hoge pieken bereiken. Wat ik verwacht, ik denk dat hij wel in Nederland blijft. En ik hoop dat hij nog een paar jaar bij AZ voetbalt. Ik geloof nog wel dat hij echt nog iets kan laten zien. Want die drive heeft hij gewoon. Dat is gewoon zo. Ja, hij wil gewoon nog het maximaal haalbare eruit halen voordat hij gaat stoppen. Ja. En ik verwacht zelf dat hij in een trainersvak terecht gaat komen. Hij heeft het aanzien. Hij heeft de instelling. Hij heeft de drive. Ik denk dat hij alles wel in hem heeft.